mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een keertje geen game video, maar een keertje een vlog. Is echt super lang geleden dat ik dat heb gedaan. Dus laat even in de reacties weten als jullie dit vaker willen, dit soort real life content. Ik vind het eigenlijk namelijk super leuk om te doen. Alleen ja, ik doe het gewoon voor welke reden ook gewoon niet zo erg vaak. Maar vandaag dus wel. Ik ben namelijk in Oostenrijk vandaag. En ik heb expres een beetje de reis ernaartoe heb ik niet echt gefilmd. Omdat ik gewoon in mijn eentje aan het reizen was. En er gebeurde niet echt heel veel bijzonders. Dus dat heb ik gewoon geskipt. Maar ik ben er nu. Ik zit in het hotel. En ik wil echt eventjes. De reden trouwens waarom ik hier ben, ga ik later in de vlog. Ja, dat wordt wel duidelijk op zich. Dat weet ik wel zeker. Ik ben in ieder geval uitgenodigd door Ubisoft. Dat kan ik alvast vertellen. En waarvoor ik hier ben, dat wordt later wel duidelijk. Maar in ieder geval, ik ben dus in de hotelkamer. En ik heb letterlijk nog nooit in zo'n mooie en grote hotelkamer gezeten. Het is echt insane. Dus wat ik graag zou willen doen, om deze vlog een soort van mee te beginnen, is om jullie eventjes een roomtour te geven. Want dit is echt, echt niet normaal. En ik heb in veel hotelkamers gezeten, maar dit is by far de grootste waar ik ooit in heb gezeten. Dus let's go for the room tour. Alright, nou, dit is dus de deur, of course. Die doe je dicht en dan ben je hier. Goed, en dan is dit zeg maar dus al wat je gelijk ziet. En echt heel groot. Ik dacht eerst van, huh? Heb ik daar gewoon een trap in mijn hotelkamer? Ja, dat is dus echt for real. Je hebt gewoon een trap en dan ga je naar het slaapgedeelte. Maar dan komen we zo. Eerst deze deur, die heb ik zelf ook niet geopend, dus ik ben benieuwd. Tadaa. Huh? Hotel. Oh, oké. Gewoon een toilet met nog een waspak erbij. En een spiegel. Dus, nee, hier heb ik ook een toilet. Dan hebben we hier nog een spiegel. Hier kan ik mijn jas ophangen en zo. Heb ik nog niet gedaan. Ik heb letterlijk mijn stuff. Hier ligt daar gewoon open op de grond. Prachtig schilderij. Heel erg mooi. Keukentje en gelijk mijn telefoon even aan het opladen, want die was echt heel erg laag in de procenten. En een soort van welkomstbuffet. Nou, je ziet, het is heel erg georganiseerd en heel goed opgeruimd. Oh my fucking god. Ik had dit letterlijk nog niet eens gezien. Zeg maar, voordat ik deze roomtour begon, wilde ik eerst al zelf het een en ander gezien hebben. En het blijkt dus gewoon dat ik een soort van minibar heb. Met bier. Holy shit, dat is echt fucking fantastisch. Maar goed, we gaan verder met de roomtour. Dit is dus een soort van minibarretje of zo. En ja, hier is mijn leefgedeelte. Ik heb mijn jas eventjes om de stoel heen geklapt. Een soort van tablet heb ik erbij gekregen. Weet nog niet helemaal wat ik daarmee kan, maar daar kom ik vast nog wel achter. Hier dus echt, ja, een soort van living room. Gewoon super chill. Goede bank, tv'tje erbij, balkonnetje erbij. Zo, kijk eens aan, jongens. Hoppa. Twee stoeltjes, ik heb er maar één nodig. En dit is het uitzicht, jongens. Dit is het uitzicht. Hoppa. Die zit bedicht. Dan gaan we nu naar boven toe. And there we go. En focus. Yes, heel goed. Dit is dus mijn bed. Hier staat het bed waar ik ga slapen vanavond. Dus ja, Ubisoft, dit hebben jullie echt goed gedaan. Echt. Ubisoft, shout-out naar jullie. Voor het regelen van zo'n fucking zieke hotelkamer hier in Oostenrijk. Het ziet er echt knijters goed uit. En dan hier de badkamer. Badjas, nou ja, badkamer. Ook echt mokertje groot. Lekker bad erbij. Twee wasbakken, terwijl ik er dus maar eentje nodig heb. Hier een douche. Een soort van inloopdouche. Ik ga lekker douchen. Dus heel erg chill. Met ook zo'n grote kop. Weet je, zo'n regendouche. Fucking relaxed. Toiletje erbij. Ja, kortom jongens, dat is de hele kamer. Het ziet er naar mijn beleving heel erg goed uit. Ik ben echt super blij met deze hotelkamer. Ik ben hier dus in Oostenrijk voor een heel erg tof event. Uitgenodigd dus door Ubisoft. En ja, wat het event precies is en wat het allemaal inhoudt, dat ga je dan allemaal merken en zien in deze vlog. Dus blijf vooral kijken. Zoals denk ik wel te zien is, ben ik hier dus nu op het Red Bull circuit. En ik heb net een presentatie gehad over de Crew 2. Maar in ieder geval, wat ik nu ga doen, is best wel insane eigenlijk. Er zijn hier dus blijkbaar twee drifters op het circuit. En die twee drifters zijn super goed. En die kunnen dus knijtershard door de bochten gaan en dergelijke. En die gaan een soort van show doen. Nou, en blijkbaar heeft Ubisoft mij opgegeven voor de VIP show. Wat inhoudt dat ik ook echt naast die persoon mag zitten die zo gek gaat lopen driften en zo. Dus het kan zomaar zijn dat ik ja, straks kotsmisselijk die auto uitkom, maar wel met een hele vette ervaring. Ik ben heel erg benieuwd. En als ik dus zometeen lijkbleek op het vlogje tevoorschijn kom, dan weten jullie wat er gebeurd is. Namelijk dat die gozer me echt kotsmisselijk heeft gemaakt.
nog steeds een beetje aan het nakomen van die onwijs vette experience die ik zojuist heb gehad. Dus in die driftauto. Het was zo ziek. En nu gaan we door naar het volgende onderdeel. En dat is dat ik nu ook echt daadwerkelijk zelf ga rijden. Ik ga off-road rijden. Ik ga in een Rover rijden. Ik ga in de Porsche rijden. Allemaal vette dingen doen. En ik heb dus ook een bandje gekregen. Het driving experience bandje. En daar gaan we zo meteen naartoe. En we beginnen dus met off-road. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga dus echt letterlijk off-road rijden. Het schijnt ergens boven in de bergen te zijn. Dus daar gaan we zo meteen heen. En ik kan niet wachten, eerlijk gezegd. I let you arrange it. How's it off-road? Ja jongens, ik ben er weer klaar voor. We gaan zo meteen dus in de buggy. En dat... Ja, dat is makkelijker zo. We gaan zo meteen dus in de buggy. En het gaat waarschijnlijk ergens daarboven in de bergen zijn. Ik heb eigenlijk geen idee. En ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Ik vind het wel heel vet. Het is spannend ook weer. Want ja, ik heb ook een hele outfit aan. Met witte schoenen. In een buggy. Precies. Kijk hoe wit die straks toch zijn. Ik ben benieuwd. Denk je dat ze wit blijven? Nee, ik denk het ook niet. Zo, en dan vol gas zo meteen, hè? Ik heb dus in de buggy gezeten, jullie hebben het gezien. Het was zo ziek, want je had ook bepaalde punten, het ging gewoon super snel naar beneden. En dan moest je gewoon echt driftend de hoek om, want anders redde je het gewoon niet. En ook één keer toen moest je echt naar beneden gaan. En zieke hobbels, op een gegeven moment dat je gewoon echt voelde bijna voorover ging slaan. Het was echt intens. Ik dacht van nou, het zal gewoon een parcoursje voor beginners zijn ofzo. Maar ik had echt het gevoel alsof ik gewoon in een race game zat ofzo. En ik kreeg ook constant om helm. Ik kreeg dus instructies van hey, pas op. Je hebt je bocht en pas op hier voor de bomen en dit en dat. Dus dat maakt het echt, dat vind ik heel knap. Het maakt het echt alsof je in een race game zat. Want ook in race missies krijg je dan ook wel eens instructies van watch out, weet je wel, scherpe bocht en dat soort dingen. Dat gaf mij ook allemaal aan. Dus al met al super vette experience. En nu ga ik door naar het volgende onderdeel. Ik ben benieuwd. Nou jongens, we staan nu dus op het circuit. Maar we gaan, ik denk in een paar minuutjes, misschien nog wel minder, gaan we wegrijden. En we hebben dus zeg maar weer een leider. Dat was ook bij de buggy zo. Gewoon één iemand die begeleidt ons. Die geeft hele duidelijke instructies. Via deze hier, via de walkie-talkie. En die instructies ga ik gewoon volgen. Dan komen we uiteindelijk dus uit op het off-road parcours. Ja, dan even scheur, hè. Dan even kijken wat we ermee kunnen. Want hij schijnt dus 130 pk te hebben. You're ready, you can pull up. There we go. Let's go. Let's go, jongens. Daar gaan we. Alright, we're going uphill. Wow. Oké, ik moet niet stoppen, zei hij tegen mij. Dus dat gaan we heel letterlijk nemen. We gaan niet stoppen. Eerste berg, jongens. Hoppa. Easy. Volgende. Zo gek. Holy shit. Als ik dit met mijn auto zou doen, die zou zo mad van worden. Oh, gek. Insane, jongen. Oké. Volgende. Ik mag dus niet stoppen, dat hou ik telkens in mijn hoofd. Wat er ook gebeurt, niet stoppen, want we gaan uphill. En stel dat ik hier stop, dan rollen we heel langzaam naar beneden. En dan heb ik het probleem. Hier ligt een mokergroot steen. Oké. Alright, fijn. Het is over een mijnenveld rijdt. Ja jongens, dat was de Land Rover Experience. En wat was het ziek zeg. Daarboven dus, in die heuveltjes en hobbeltjes en allemaal gekkenhuis. Het was meer dan ik er eigenlijk van had verwacht. Wat ook wel zo was met de buggy. Ik had met off-road gewoon verwacht dat we meer zandweggetjes gingen pakken. En gewoon een beetje bochtjes maken, omhoog rijden, dan weer een beetje naar beneden. Maar gewoon vooral over zandwegen rijden. Dat was eigenlijk wat ik ervan had verwacht. Maar in de werkelijkheid was het dus gewoon echt alleen maar over ziek grote hobbels. Upsiden, gewoon echt letterlijk zo stijl naar beneden, dan weer zo stijl omhoog. En er kwam ook echt wel wat skill bij kijken, want je mocht bijvoorbeeld niet stoppen. Dus je moet best wel goed inschatten van oké, zoveel gas geven. En af en toe dan, ja, ging ik wel even lekker hard eroverheen natuurlijk, dat was top.
Dus ja, al met al een hele leuke ervaring gehad. En zeker voor Ali van Baas te meiden. Ja jongens, na al dat hevige racen en al die gekke dingen doen, was het nu al even tijd om even rustig te eten. Dus dat hebben we gedaan, lekker geluncht. Was een heel goed buffet. Ik heb iets met spinazie had ik genomen, naast nog wat rijst en afgesloten met, jawel, een fruitje, maar die is inmiddels ook weer op. Dus het was super chill. En nu staat op de planning dat we om 1 uur heb ik een luchtshow. Die zit hierboven. En dat gaat ook heel spectaculair worden. Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Maar dat schijnt ook heel erg vet te zijn. Dat is zo meteen over een half uurtje ongeveer. En daarna ga ik zelf het spel spelen, de Crew 2. Dus dan ga ik eens even kijken of ik die kunstjes die ik nu heb uitgehaald in real life. Dus hè, met echt een Land Rover en met echt een buggy en zo. Straks nog met de Porsche. Of ik dat ook een beetje kan laten zien in de game hoe dat werkt. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. Dus straks ga ik ook echt de Crew 2 spelen. En eerst zometeen een show boven op het dak. Goed, ik kom nu uit het gebouw lopen. Ik heb daarnet de Crew 2 zelf gespeeld. Super vette game. En nu is het tijd om te gaan rijden in een Porsche. We worden hier van alles omgeroepen omdat er nog een race gaande is hier. Maar in ieder geval, ik loop nu naar de Porsches toe. En daar ga ik zo meteen in zitten en dan ga ik driften. Op, dus eigenlijk wat ik zelf al heb ervaren. Ik heb bij iemand in de auto gezeten die ging elkaar driften. Maar nu mag ik het zelf proberen. Zelf proberen te driften. Ze spuiten het wegdek ook nat. En dan kan je dus echt zieke bochten maken en zo. Met de Porsche. Dus dat gaan we nu eens even kijken hoe dat is. Dit zijn de Porsches jongens waar ik zo meteen ook in ga rijden. Dit zijn ze. Daar gaan ze. Ja jongens, dit is de Porsche waar ik zo meteen in ga driften. Hier op het parcours. Super vet. Het is de Porsche 718 Cayman als het goed is. Ik ga wel eventjes naar de achterkant lopen, dan kunnen we het zien. Hoppa. Yup, de 718 Cayman S is het. De Porsche ziet er echt super dik uit, 3 deurs dus. En ja, we gaan het meemaken. Even kijken of ik een beetje goed kan driften. Nou jongens, ik zit erin hoor. Het eerste wat me opvalt is dat hij echt super diep zit, deze auto. Ik dacht dat mijn eigen Audi diep zat. Maar dit is echt nog veel insaner. Echt niet normaal. Dus ik ga mijn camera nu aan Ruud geven, Ruud van Ubisoft. En die gaat alles van buiten af filmen, zodat jullie ook kunnen zien hoe ik drift en hoe ik het doe. We hebben natuurlijk die Audi A4, maar hier in de Porsche rijden met 350 pk. Jezus, wat gaat dit hard. Wat gaat dit snel. En het is natuurlijk een automaat, dus je geeft gewoon gas en hij gaat automatisch voor je schakelen. Je gaat super hard. En vooral het driften met het water. En ik heb echt wel even lekker kunnen driften. Hopelijk heb je dat op de beelden ook een beetje terug kunnen zien. En het was echt geweldig. Ik heb echt genoten. Het was 45 minuten staat deze opname op van de GoPro in de auto. Dus ik heb ongeveer 45 minuten heb ik zitten driften, maar het voelde echt als een paar minuten omdat het gewoon zo vet was en de tijd voorbij vliegt gewoon. Ik zei ook al, dit zou ik echt letterlijk een hele dag kunnen doen. Gewoon, het was zo ontzettend vet, dus heel erg dood. Echt heel erg dood. En die Porsche Experience waar jullie zojuist naar hebben gekeken, dat was dan ook gelijk het laatste activiteitje dat daar te doen was op het evenement. En wat was dat? Vet zeg, het was het laatste ding wat ik heb gedaan, de laatste activiteit. Maar ook wel echt de klap op de vuurpijl. En alles was vet, maar puur de Porsche vond ik gewoon het allervetste. Omdat je daar gewoon zo hard mee kon rijden. Die 350 pk die erin zat en je mocht driften. Het hele parcours was ingespoten met water. Dus er lag allemaal water op het wegdek, waardoor je echt knijtershard door de bochten kon gaan. Dus dat is wel echt het toppunt geweest, denk ik, van de dag. Maar ja, alles was zo leuk, weet je. Ook de buggy was zo vet en...
dat ik nog off-road heb gereden. En ik heb natuurlijk meegeweest met die driftgasten. Ik zat ernaast. Het was allemaal zo intens en zo gruwelijk. En ja, het was gewoon echt heel erg vet. We zijn nu inmiddels weer terug bij de hotelkamer. Zoals je waarschijnlijk wel is opgevallen. Ik sta hier lekker op het balkon te chillen. Met dit prachtige uitzicht nog steeds. Het is incredible hier. En we gaan nu even lekker eten. Ik heb een restaurantje, dat zit hier gewoon letterlijk naast ons hotel. Volgens mij hoort het zelfs bij het hotel. En dan, ja, dus denk ik wel een lekkere vlog zo. Damn zeg, echt. Aangekomen op het vliegveld. Nu even kijken waar we in moeten checken. En daarna door de security.